Welkom. We presenteren met dit filmpje ons voorstel voor de publieke ruimte van de Kievitwijk. Ons project kreeg de titel Kievit in het Groen. Het ontwerp is gemaakt vanuit de samenwerking van drie bureaus. Hierbij vormen Buur en Hosper samen het ontwerpteam. Beide teams vinden elkaar op het kruisvlak tussen landschap, publieke ruimte en stedenbouw. Het derde bureau, het Atelier voor Ruimtelijk Advies, neemt de technische ondersteuning op zich, maakt ramingen en zal de werf begeleiden. In deze presentatie gaan we kort in op de opgave. Daarna beschrijven we wat onze insteek is voor het project. Ten slotte maken we een wandeling door het ontwerp om de concrete inrichting van het publiek domein toe te lichten. De Kievitwijk is een volksbuurt, vaak met kleinere woningen. We zien in de wijk een schrijnend tekort aan groen, zowel op publiek als privaat domein. De vraag vanuit de bewoners en de stad naar meer groen is dan ook zeker gerechtvaardigd. Dit tekort geldt ook voor sport en speelplekken in de wijk. Daarnaast brengt de wijk veel verschillende bevolkingsgroepen samen. Uit de bevraging vooraf bleek dat de verschillende belangengroepen dikwijls verschillende verwachtingen koesteren ten opzichte van het project. We zijn op zoek gegaan naar een ruimte waarin iedereen zijn plek vindt. Met de transformatie van het Centraal Station is een grootschalige vernieuwing ingezet voor de stationsomgeving van Antwerpen. Via het Kievitplein werd een volwaardige tweede toegang tot het station uitgebouwd. De eerste fase van het Kievitproject ademt vooral grootstedelijkheid uit. Ten slotte is er door de stad een masterplan opgemaakt voor de toekomstige ontwikkelingen. Het eerstvolgende geplande bouwproject wordt inmiddels concreter. Hierdoor moeten we bij het ontwerpen van de publieke ruimte rekening houden met een aantal technische voorwaarden, bijvoorbeeld de ondergrondse toegangen tot de parkings. Tot zover de opgave. Wat is nu de insteek van de ontwerpers? Vandaag ligt de ruimte langs het spoor erbij als een soort van niemandsland aan de rand van de wijk. Ondanks de eerdere inspanningen van de stad, eigent niemand zich de ruimte toe. De uitdaging is dan ook een plek te creëren die als vanzelfsprekend een verlengstuk wordt van het omliggend stedelijk weefsel. Hierbij wordt de Kievitwijk onderdeel van de stad op drie verschillende schaalniveaus. De stationsomgeving vormt de toegang tot Antwerpen vanaf het nationaal en internationaal spoorwegennet. Tegelijk wordt de nieuwe publieke ruimte onderdeel van de reeks van openbare ruimtes die aaneengeregen wordt door de Plantijn-Mauritiuslijn. En tenslotte krijgt de nieuwe publieke ruimte een aantal dwarsverbindingen die het gebied in oost-westrichting sterk verankert in de buurten aan beide zijden van het spoor. De geplande nieuwe gebouwen krijgen naar ons gevoel vooral betekenis op stedelijk niveau. Wij vroegen ons echter af hoe de vernieuwing ook een meerwaarde kon opleveren voor de buurt, voor de bewoners en voor de passant. Buur en Hosper zijn ervan overtuigd dat hier een publieke ruimte nodig is die de Kievitwijk op de kaart zet met een krachtige identiteit. Omwille van de grillige vorm van het terrein zochten we naar een eenvormige inrichting met een eigen taal. De wijk heeft nood aan groen, het beoogde beeld wordt daarom ook zo groen mogelijk. De taal van de inrichting wordt hierbij cruciaal. We voorzien zogenaamde groenkussentjes met een dense begroeiing. Uitsnijdingen in de groenkussentjes bieden ruimte voor kleinschalige zitplekjes. Zo creëren we ondanks de grote gebouwen in de omgeving toch een publiek domein dat geborgenheid en gezelligheid uitstraalt. We vatten onze insteek nog even samen. 1. De publieke ruimte moet de identiteit van de wijk versterken. We gaan voor een herkenbaar beeld waar de Kievitbewoner trots op is. 2. De ruimte krijgt een uitgesproken groen karakter. De eenvormigheid van het groen maakt de plek als geheel leesbaar. En 3. We willen een vormentaal die geborgenheid biedt ten opzichte van de geplande nieuwbouwontwikkelingen. En nu gaan we wandelen doorheen de zitten. We starten vanaf het Kievitplein aan het station en gaan via de Van Immerseelstraat tot de Baron Joostenstraat. Een aantal collages illustreren hoe het publiek domein van Kievit 2 er zal gaan uitzien. Als we het station uitlopen, zien we als eerste een nieuwe pleinruimte naast de sporenbundel, als uitbreiding van het huidige Kievitplein. De geplande gebouwen worden iets achteruit geschoven, waardoor het karakteristieke erfgoed van de Antwerpse stationsomgeving beter zichtbaar wordt. Hier willen we een verblijfsplek creëren, met groen en bankjes, zodat de beleving van de karakteristieke wand van de sporenbundel vergroot. Hoewel dit eigenlijk geen deel uitmaakt van onze opdracht, hebben we toch gesuggereerd om de bestaande kiss-and-ride-zone iets verder onder de sporen te schuiven. Hierdoor wordt het Kievitplein meer nog dan vandaag een schakel tussen de stationshal en de Kievitwijk en ontstaat er ruimte voor meer terrassen, zitplekken en een waterspeelplek. Dit beeld van het ontwerp ter hoogte van de Van Immerseelstraat illustreert het groene beeld dat we voorstellen. We planten bomen overal waar dat mogelijk is. We hebben gekozen voor meerstammige krentenboompjes, die in elk seizoen een sterk beeld geven. Een groot deel van de krentenboompjes staan op de zogenaamde groenkussens.
Dit zijn opgetilde groene vlakken met gras en lage beplanting. Op het gras kunnen de kinderen spelen. De lage beplanting onder de krentenboompjes zal bestaan uit een bloemenrijk grasland. Hier zien we een van de plekken waar het nieuwe publiek domein aansluit op de Kiewietwijk. De doorsteek sluit aan op de nieuwe Oost-Westverbinding onder het spoor tussen de Somerstraat en de Jacob-Jacobstraat. Alle Oost-Westverbindingen markeren we met ruime open plekken waar je vrij over fietst en wandelt en waar grote bomen staan. We kiezen hiervoor gleditia's. Deze grote bomen staan in de zichtlijn van de straten, zodat ze tot ver in de Kiewietwijk zichtbaar zijn. Kijken we de andere kant op, richting de Jacob-Jacobstraat, dan zien we de nieuwe onderdoorgang met de entree naar de feestzaal. De nieuwe wand wordt beplant met klimplanten. Ook de verlichting zorgt hier voor de markering van de Oost-West-doorsteek. We voorzien telkens grote masten met gerichte spots, zoals er vandaag alleen op het Kiewietplein te zien is. Nog iets zuidelijker aangekomen, zien we aan de rechterkant het geplande gebouw van EDF Suez, met erachter de brug van de Plantijn-Moretuslijn. Op deze plek willen we een vanzelfsprekende route maken naar het hogere gedeelte, naar het niveau van de sporen. We vinden het erg belangrijk om beide delen, het gelijkgrondse en het hogere niveau, zodanig met elkaar te verbinden dat er één geheel ontstaat. Voor deze verbinding stellen we trappen voor met daarnaast glijbanen, zodat de plek meteen een zekere aantrekkingskracht krijgt. Op de brug zelf maken we een stadsbalkon, dat uitkijkt over het beschermde stadsgezicht van de Plantijn-Moretuslijn, maar tegelijk ook de Kiewietwijk markeert van benedenaf. Het prachtige monumentale bruggewelf en een nieuwe luifel bepalen het beeld van het stadsbalkon. Bovenop de brug is een stedelijke ruimte ontworpen die een flexibel gebruik mogelijk maakt. Ze biedt plaats voor sport en spel, maar ook voor mogelijke evenementen zoals kleine optredens of markten. Voor de noodzakelijke afscheiding naar de sporen toe stellen we een transparante verticale speeltuin voor. Het zicht op de sporen blijft daardoor behouden. Hier zijn we aangekomen op het meest zuidelijke punt van het ontwerp. Vanaf de Joostenstraat is er een dienstweg naar de sporen vereist. Deze hebben we opgeschaald tot een langzaam hellende voetgangersentree naar het stadsbalkon. Aan de spoorzijde moet hiervoor een keerwand worden geplaatst, die we opnieuw laten begroeien met klimplanten. De helling loopt parallel met de Baron Joostenstraat en sluit direct aan op de Van de Nestlei. Dit is een logische aansluiting op de zuidelijke fietsas langs het spoor. Tegelijk kan hiermee het waardevol groen en het bestaande hekwerk aan de Baron Joostenstraat behouden blijven. De Baron Joostenstraat zelf tenslotte wordt ingericht als een erfstraat met dezelfde vormentaal en materialisatie als de rest van het gebied. In het ontwerp gaat het ons dus hierom. Een sterke identiteit voor de Kiewietwijk, veel bruikbaar groen en geborgenheid en plekken voor verschillende groepen mensen. De ontwerpmiddelen die we hiervoor ingezet hebben, is allereerst de verharding. Om de eenheid van de stationsomgeving te vergroten, wordt het grijze graniet van Kiewiet fase 1 ook hier voorgesteld, met dezelfde afmetingen, dezelfde kleur en patroon. Een donkere steen hebben we gebruikt om het fietspad te markeren. In de verharding wordt daarnaast een waterspeelplek voor kinderen opgenomen. Het groene karakter van het gebied ontstaat door het gebruik van vele bomen, het gras en de lage beplantingen op de groenkussens. Daarnaast wordt het meubilair ingezet om informele plekken te maken die op verschillende manieren te gebruiken zijn door verschillende groepen mensen. Ten slotte hebben we ook veel aandacht besteed aan een nachtbeeld. Ook 's avonds en 's nachts moet het er aangenaam en veilig toeven zijn. De verlichting volgt het ruimtelijk concept achter het plan. De noord-zuidrichting en het fietspad worden aangelicht door zogenaamde lucifers. De oost-westverbindingen worden gemarkeerd door hoge masten met spotjes daaraan. De bomen en zichtplekken worden apart aangelicht. Voilà, hopelijk vinden jullie het een goed voorstel. We zijn alvast erg benieuwd naar jullie opmerkingen en suggesties.